1 minuut voor vertrek hier in Rode. Bij een schaatswedstrijd komt veel meer stress kijken. Een wielrenwedstrijd, dat is gewoon in een peloton en dat gaat over 100 kilometer plus. Dus dan heb je veel meer tijd om eigenlijk een beetje na te denken over je tactiek. Als ik al tactiek heb, want ik ben natuurlijk een schaatser die fietst. Het is gewoon een hele leuke afwisseling voor mij en een hele relaxte omgeving om te zijn. Heel veel zit ik dus op de fiets. Ik doe krachttraining, skiederen en op dit moment is de zomerreis in Tialf 6 weken. Dus daar maken wij gebruik van. En veel schaatssprongen in de zomer. Hoppa, we zijn vertrokken. Dames, heel veel succes met jullie 8 van Noordenveld. Met de fiets heb je natuurlijk wel te maken dat je dicht op elkaar rijdt en iedereen wil bij de voorste rijden. Dus ja, je hebt wel wat strijd en af en toe wordt er wat gegild in het downs peloton. Ik kan best wel goed uit de voeten in de sprint. Dat is best wel apart natuurlijk. Als schaatser dan ben ik niet echt een sprinter te noemen. Maar ja, schaatsen hebben veel vermogen en dus kan ik op de fiets echt best wel goed mee in de sprint. De Velkenspurt, en van Velkenspurt hier en dan is het jawel! Met 1:32 dames en heren, de leidster doet door 1 na Wiebes. Het was een beetje een stresskoers, best wel veel valpartijen. Het was ook nog best wel een snelle koers, dus dat scheelde, maar er stond eigenlijk veel te weinig wind. Het werd een eindsprint en toen zat ik te ver van achter. Best wel een beetje balen. De inspanning is heel anders. Ja, van die sprint ben je wel even moe, maar de inspanning van de schaatswedstrijd is gewoon veel intensiever.